er zijn superveel dingen die je met woorden, letters en klanken kunt doen. Je kunt zingen en lachen tegelijk. Lachzingen. Of zingen en huilen tegelijk. Huilzingen. Cadeautje. Mijn opa is morgen jarig. Ik maak een mooi cadeautje. Een tekening van oma. Van oma in haar blootje. Aan de slag. Ga ik ondertussen nog even jong leren met boeken, lijkt me. Leuk. Een gedicht is eigenlijk gewoon spelen met taal. Gedichten zijn hele leuke en korte verhaaltjes. Je bent er dus nooit lang mee bezig. Soms, als ik op de wc zit, lees ik wel 3 gedichten. Als je zegt, oma huppelde op haar hoge hakken de trap af, dan denkt iedereen, hey, mijn oma zou dat zus of zo doen. Dan heb je meteen degene te pakken waar je een gedicht voor wilt maken, want die denkt na, hoe zou mijn oma dat doen? Denk dan niet, ah nee, kan ik niet, of stom, of weet ik wat. Je zet de boel gewoon open. Niet letterlijk, maar gewoon, je zet het open in je hoofd. En je gaat schrijven en dan komt er van alles uit dat je zelf ook niet had verwacht. Inderdaad. Het knobbelzwijn doet niemand kwaad, maar andersom ligt heel de savanne op hem te loeren. Wat gemeen. Precies. Dus even dimmen iedereen. Wie nu nog lelijk doet over het knobbelzwijn, zullen we persoonlijk aan de leeuwen voeren. Heel veel succes met jullie eigen gedichten.